We schrijven het jaar 95 na Christus. De oude apostel Johannes zit op een kaal en verlaten eiland, Patmos genaamd. Verbannen door de Romeinse keizer, omdat hij zijn mond niet kon houden over Jezus. Op een dag krijgt hij een openbaring van Jezus Christus zelf, over wat er allemaal aan het einde van de tijd zal gaan gebeuren. In het laatste boek van de Bijbel lees je er alles over. Wat heeft Johannes gezien? En wat is de betekenis daarvan? Welkom bij een 40-delige Bijbelstudie door Wim Grandia over de openbaring. Vanuit de Koninkerk, welkom bij aflevering 14 van Zie ik ons spoedig, waarin we gaan zien wat er aan het einde van de tijd, voorafgaand aan de wederkomst van de Heer Jezus, allemaal staat te gebeuren. Het thema van deze aflevering, ik denk dat dat voor heel veel mensen, en ik denk zelfs ook wel voor heel veel christenen, bij voorbaat weerstand op zal gaan roepen. Ik denk dat het thema is dat we eigenlijk liever niet willen horen. Want net als de vorige aflevering zal het geen feel-good verhaal worden. Want hou je vast, het thema van deze aflevering is de toren van het lam. Nou wist je dit waarschijnlijk al, want je zag het al staan. En het feit dat je toch hebt geklikt op deze video geeft aan dat je schijnbaar tegen een stootje kan, dat je graag de eerlijke, echte waarheid vanuit het woord van God wil horen. In deze aflevering en nog veel meer afleveringen denken we na over de periode van de grote verdrukking. Dat is de periode tussen de opname van de gemeente en de wederkomst van de Heer Jezus. En de vorige keer hebben we gezien dat er in die periode drie reeksen van oordelen zijn. Er zijn eerst 7 zegels die worden geopend. Wanneer het 7e zegel wordt geopend, worden er 7 bezuinen geblazen. En wanneer de 7e bezuin wordt geblazen, worden er 7 schalen uitgegoten over deze aarde. We gaan in deze aflevering zien wat er gebeurt wanneer zegel 5 en 6 van de boekrol worden geopend. En we gaan daar het volgende over lezen, Openbaring 6, vers 9. En toen het lam het 5e zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren, omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat ze hadden. En ze riepen met luide stem, tot hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat ze nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. Het lijkt erop alsof bij het openen van het 5e zegel de camera weer even wegdraait van wat hier op aarde gebeurt en weer zich gaat richten op wat er in de hemel plaatsvindt en daar zelfs behoorlijk op gaat inzoomen. Wat ziet Johannes? Hij ziet zielen die zich onder het altaar bevinden. En dan gaat het niet om dat gouden reukofferaltaar van die mooie tempel er in Jeruzalem, want die tempel was toen Johannes dit visioen kreeg al verwoest in het jaar 70 na Christus. Nee, het gaat hier om het gouden reukofferaltaar in het hemelse heiligdom. En wat bedoelen we daarmee? Dat hemelse heiligdom, dat is een ander woord, een omschrijving van die hemelse troonzaal, waar we in Openbaring 4 en 5 al een soort rondleiding van hebben gehad. En we hebben ook eerder gezien dat op dit gouden reukofferaltaar dag en nacht reukwerk wordt ontstoken en dat het een beeld is, jawel, van de gebeden van de heiligen. Maar bij dit altaar is iets bijzonders aan de hand. Johannes ziet het volgende. Hij ziet onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat zij hadden. Als je dit zo leest, dan is natuurlijk gelijk de vraag, wie of misschien moet ik zeggen, van wie zijn deze zielen? Even voor alle duidelijkheid, we zijn als mens natuurlijk veel meer dan alleen maar een lijf, dan een lichaam. We bestaan als mens uit geest, ziel en lichaam. Zo leert de Bijbel ons dat. Waarbij de ziel een omschrijving is van ons innerlijk, van wie we zijn. Dus we zijn een ziel en tegelijkertijd we hebben een ziel, kan allebei. Nou, van wie of wie zijn deze zielen? We komen ze ook tegen in Openbaring 20, vers 4. En daar gaat duidelijk worden hoe deze mensen zijn, sorry voor het woord, maar zo staat het in de Bijbel, hoe deze mensen zijn geslacht.
En wat we nu gaan lezen, dat speelt zich af direct na de wederkomst, aan het einde dus van de grote verdrukking, Openbaring 20. En ik zag tronen en ze gingen daarop zitten en het oordeel werd hen gegeven. En dan komt het. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God. En die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden en die een merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En ze werden belevend en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. De mensen om wie het hier gaat, deze mensen worden dus geslacht door onthoofding. En ik zeg dit even niet zo om het verhaal wat spannender en wat smeuiger te maken. Nee, dit is wat Johannes letterlijk te zien krijgt. En om welke mensen gaat het hier? Het gaat hier over de mensen die tijdens de grote verdrukking, dus na de opname, alsnog tot geloof gaan komen. In aflevering 16 gaan we daar uitgebreid op terugkomen. Maar ik zeg nu alvast, in die periode gaan er miljoenen mensen tot geloof komen. Pah, maar het zal ze werkelijk alles gaan kosten. Ze zullen worden gedood, ze zullen worden geslacht. En de reden voor deze massale executie die dan gaat plaatsvinden, nou, we lezen in Openbaring 6 dat het is omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat ze hadden. En in Openbaring 20, waar het dus over dezelfde groep mensen gaat, wordt er aan toegevoegd dat het ook is omdat ze het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden en omdat ze het merkteken niet wilden ontvangen op hun voorhoofd en op hun hand. Wat wordt er hier bedoeld met het beest? Het is het beest uit de zee. We gaan het straks tegenkomen in Openbaring 13. Het is de omschrijving van de antichrist, waar we de vorige aflevering ook al iets van hebben gezien. De antichrist die zich tijdens de grote verdrukking zal gaan openbaren. Nou, bij de behandeling van Openbaring 13 gaan we er nog veel meer over horen. Maar wat hier al duidelijk wordt, dat als je in die periode gelooft in de Heer Jezus, dus het beest en het beeld daarvan niet wilt aanbidden, als je het merkteken van het beest niet wilt ontvangen op je hoofd of op je hand, dan word je in die tijd onthoofd. Er wordt wel gezegd dat wat we hier lezen in Openbaring 6, dat het niet specifiek gaat over de gelovigen van de grote verdrukking, maar dat het omschrijving is van de vervolging, de onderdrukking van alle gelovigen van de afgelopen 2000 jaar. Ik heb je eerder laten zien, we hebben op dit moment in onze wereld te maken volgens Open Doors met 360 miljoen gelovigen die te maken hebben met zeer zware tot extreme vervolging. En het laatste rapport van Open Doors geeft aan dat het alleen maar toeneemt. Mag ik gewoon even dit heel eerlijk noemen? Het feit dat wij hier in het Westen relatief veel vrijheid hebben om ons geloof te beleven, let op, dat is meer uitzondering dan regel. Weet je wat de Bijbelse regel is? 2 Timotheus 3, vers 12. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Vervolging, onderdrukking, het is onlosmakelijk verbonden aan het volgen van Jezus, aan het discipelschap. En ik wil gewoon maar heel eerlijk zeggen, ik denk dat het goed is dat we ons maar erop gaan voorbereiden dat het ook in het Westen alleen maar meer en meer zal gaan worden. Ik denk als we als gelovigen willen vast blijven houden aan de principes van Gods woord, als we als gelovigen willen spreken over Christus en over het evangelie, dat we uiteindelijk steeds meer buiten de samenleving geplaatst zullen worden. We horen er niet meer bij. En je ziet het al, als je bijvoorbeeld niet meegaat in de opvatting over huwelijk en gezin. Of als je in onze tijd niet mee wilt doen met de grote wereldwijde LHBTQIA+ beweging. Als je een andere mening durft te hebben. Als je niet mee wil gaan in de nieuwe wereldorde. En wat ik daarmee bedoel, kom ik ook nog op terug. Wees er maar op voorbereid dat we steeds meer zullen worden geïsoleerd, zullen worden uitgesloten. En wat er nu al gebeurt in onze tijd, het werkt allemaal toe naar wat er tijdens de grote verdrukking nog veel intensiever zal gaan plaatsvinden. We gaan terug naar de zielen onder het altaar. De zielen die zijn van de mensen die tijdens de grote verdrukking tot geloof zijn gekomen, maar daar die hoge prijs voor hebben moeten betalen. Overigens, het gaat wel heel goed met ze aflopen, hè?
Dat hebben we net al even gelezen, maar voor het geval je het hebt gemist, gaan we nog even lezen. Want hoe gaat het met ze aflopen wanneer Jezus terugkomt? En ze werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. Die belofte geldt ook voor alle gelovigen in Christus. Maar ook voor deze gelovigen geldt de belofte dat ze met Christus dan zullen gaan regeren. We gaan nu weer terug naar Openbaring 6. Waar we lezen dat de zielen onder het altaar met luide stem iets roepen. Tot hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En met deze zin, met deze schreeuw naar God toe, wordt duidelijk dat het openen van het vijfde zegel niet betekent dat hier de toren van het lam over de gelovigen wordt uitgestort. Nee, maar dat hier de reden wordt gegeven waarom de toren van het lam over de bewoners van de aarde uitgestort gaat worden. Want dat zal dan gelden, en dat geldt nu ook al, wie aan de beminden, aan de geliefde van God komt, komt aan God zelf. Wie een vinger uitsteekt naar de kinderen van God, steekt een vinger uit naar God. En dat zal door God zelf worden gebroken. En de zielen krijgen te horen dat ze nog een korte tijd moeten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. Nou, dit geeft aan dat het vanaf dit moment niet lang meer zal duren en dat Jezus spoedig terug gaat komen. Maar het is nog niet zover. Johannes ziet hoe het lam het zesde zegel geopend had. En we lezen daarover in Openbaring 6 vanaf vers 12. En ik zag toen het lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed. En de sterren van de hemel vielen op de aarde zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als er door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold, en alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. Dramatisch wat we hier lezen. Als je dit zo even aan je voorbij laat gaan, dan kan het bijna niet anders dan dat je nu misschien wel die spectaculaire beelden voorbij ziet komen die je ziet in allerlei apocalyptische films die de afgelopen decennia zijn geproduceerd. Laten we eens even kijken wat er hier gebeurt. Het eerste wat hier wordt genoemd is dat er een grote aardbeving komt. En dan krijg je de indruk dat we hier niet te maken hebben met een lokale aardbeving ergens in een land. Nee, dat het hier gaat om een wereldwijde aardbeving met alle gevolgen van dien. En dan te bedenken dat er hierna nog vaker gesproken gaat worden over aardbevingen die zullen gaan plaatsvinden. En uiteindelijk mondt het uit in een aardbeving, en ik citeer even letterlijk uit Openbaring 16, mondt het uit in een aardbeving zo één als er niet is geweest, sinds er mensen op aarde zijn geweest, zo'n aardbeving, zo groot. Het tweede, wat hier wordt genoemd, is dat de zon zwart werd als een haren zak en de maan werd als bloed. Weet je nog die eerste gebruiksaanwijzing die ik de vorige aflevering noemde? Dat als Johannes iets ziet waarvan hij niet weet wat het precies is, als hij daar geen naam voor heeft, dan gaat hij het omschrijven als. Nou, hier zie je weer dat woordje. Hij ziet iets als een haren zak. De maan werd als bloed. Hij kan er bijna geen woorden aan geven. Ik ga toch even een poging doen om een klein beetje in te vullen wat hij heeft gezien. De zon werd zwart, dat wijst wellicht op een zonsverduistering. Maar dan niet gewoon een natuurlijke zonsverduistering, maar een als gevolg van atmosferische verschijnselen. En hij heeft het over de zon die een haren zak wordt, als een kleed. Moet je even weten dat in die tijd werden er klederen gemaakt van het haar van een zwarte geit. En die klederen waren bedoeld als een rouwgewaad. Precies wat Jesaja ook schrijft in Jesaja 50 vers 3, dat de hemel met zwart zal worden bekleed en zal worden bedekt met een rouwgewaad. Dit is wat er hier gaat gebeuren. De maan zal veranderen, of zal worden als een bloedmaan. En ook weer niet een gewone bloedmaan, zoals wij die nu ook wel zien. Maar in dit geval zal de maan kleuren als bloed als gevolg van dramatische gebeurtenissen in de atmosfeer. Want het derde wat we lezen, wat er ook gaat gebeuren. En de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als het door een harde wind wordt geschud.
Ik weet niet precies wat Johannes heeft gezien. Misschien heeft hij dit wel gezien. Inslagen van kometen of van meteorieten. Het zou zomaar kunnen. Het was in ieder geval dramatisch wat Johannes aan zijn ogen voorbij zag komen. En ook dit, en we gaan weer terug naar het Oude Testament, het is steeds een herhaling. Ook dit heeft Jesaja al eerder gezien. We lezen in Jesaja 34 vers 4 eigenlijk precies hetzelfde als wat we Johannes horen zeggen. Heel het sterrenleger aan de hemel zal vergaan. De hemel zal opgerold worden als een boekrol en heel zijn leger zal vallen, zoals bladeren vallen van een wijnstok en zoals vijgen vallen van een vijgenboom. Nou, en dat laatste over de hemel die wordt opgerold, dat komen we dus ook weer tegen in wat Johannes heeft gezien. De hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold en alle bergen, alle eilanden werden van hun plaats gerukt. Wat zowel Jesaja als Johannes hebben gezien, het is heel moeilijk voor te stellen, maar het klinkt alsof daar werkelijk, zowel in het heelal als op aarde, werkelijk van alles en nog wat gebeurt. Het is zo heftig dat zelfs alle bergen, alle eilanden van hun plaats worden gerukt. Wat er bij het openen van de eerste zes zegels gebeurt, dat komt heel sterk overeen met wat Jezus aan zijn discipelen vertelt wanneer hij samen met hen op de Olijfberg is en hij antwoord geeft op die vraag die ze aan hem stellen. Wat zal er allemaal gebeuren voordat u terugkomt? En dan geeft Jezus allerlei dingen aan en dan noemt hij onder andere deze dingen die Johannes hier ook ziet. Je leest erover in Matthäus 24, Marcus 13 en Lucas 21. En dan heel opvallend, in met name Matthäus, hoofdstuk 24 vers 8 en Marcus 13 vers 8, zegt Jezus dat als al deze dingen gebeuren, dus die dingen die we nu in deze aflevering behandelen, dat die zullen zijn als het begin van de weeën. En dat het betekent dat het einde, zijn uiteindelijke wederkomst, zeer aanstaande is. Ik vind het wel heel opvallend dat Jezus hier het voorbeeld van de weeën gebruikt. Nou ben ik zelf geen ervaringsdeskundige, maar ik ben als vader van 5 kinderen, ik heb er wel 5 keer met mijn neus bovenop gezeten. Dus ik weet wat het is om, althans, ik weet wat het is om te zien als iemand weeën heeft. En wat ik in ieder geval daarvan heb geleerd, hoe sneller de weeën elkaar opvolgen en hoe intenser de weeën worden, hoe dichter je bij de geboorte bent. En dat is wat Jezus hier duidelijk maakt. Al die dingen die gebeuren, het is het begin van de weeën en het laat zien dat we zeer dicht bij het einde zijn, zeer dicht bij de wederkomst van de Heer Jezus. De eerste 6 zegels zijn geopend. En als je dan tot je laat doordringen wat er allemaal gebeurt op aarde en met de bewoners van de aarde, nou, het zal je niet verbazen dat ze overvallen worden door verlammende angst, door intense paniek en door een groeiend besef met wie ze te maken hebben. Want let op wat we lezen in het volgende vers, Openbaring 6 vers 15. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over 1000, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen, val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit. En, hier heb je het thema van deze aflevering, en voor de toren van het lam. Want de grote dag van zijn toren is aangebroken en wie kan dan staande blijven? Er wordt hier gesproken over 7 verschillende groepen mensen. Over koningen, over grote, rijken, overste, machtige, slaven, vrije mensen. Kortom, alle bewoners van de aarde worden hier geraakt. Alle verschillen vallen weg. Iedereen komt in dezelfde rij te staan. En het maakt niet meer uit of je koning bent of slaaf. Of je rijk bent of dat je arm bent. Zoals de sterren van de hemel zijn gevallen, lazen we net, zo zullen hier ook alle sterren van de aarde uiteindelijk naar beneden vallen. En we lezen hier dat de mensen die willen zich verbergen in de grotten, tussen de rotsen in de bergen, waarom? Om zich te kunnen verbergen voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toren van het lam. Maar dat zal tegen die tijd onmogelijk zijn. Het zal onmogelijk zijn voor de bewoners van de aarde om zich te verbergen voor de toren van het lam. Het is niet duidelijk of de laatste zin van dit stukje, met een conclusie en met een vraag erin, of die
door de bewoners van de aarde worden uitgesproken, of dat het Johannes is die dit toevoegt. Maar het is hoe dan ook heel duidelijk dat de grote verdrukking gelijk is aan de grote dag van zijn toorn. En dan is de vraag, wie kan dan staande blijven? Deze vraag is niet nieuw hoor. Deze vraag werd ook al door twee profeten uit het Oude Testament precies zo gesteld. Bijvoorbeeld Nahum 1 vers 6. Wie houdt zich staande in zijn toren? Wie houdt stand in de gloed van zijn woede? Zijn woede is als een laaiend vuur, rotsen spatten voor hem uiteen. En deze misschien wat bekendere tekst uit Maleachi 3 vers 2. Maar wie zal de dag van zijn komst verdragen? Wie zal bij zijn verschijning stand houden? Laten we eerlijk zijn, over deze kant van God wordt denk ik niet zoveel gesproken en wordt denk ik nog minder gepreekt. Ik kan me ook voorstellen dat als je dit zo allemaal hoort hier vanavond in de Koninkerk, of terwijl je nu meekijkt met deze aflevering, dat je het er ook best wel moeilijk mee hebt als je dit zo hoort. En dat alles wat je nu hoort worden als toren, en dat helemaal niet past bij jouw beeld van God. Hoe kan dat nou? God is toch liefde? En als het gaat om ons beeld van Jezus, wat schrijft Johannes op? Wat Johannes de Doper zei toen Jezus daar voor het eerst bij de Jordaan kwam. Dat hij het lam van God is dat de zonde van de wereld wegneemt. En dan hier in Openbaring lezen we over de toren van het lam. Is dat niet een beetje tegenstrijdig? Nee. Het is allebei waar. Mag ik het zo zeggen, bij de eerste komst van de Heer Jezus naar deze wereld kwam hij als onze redder. Maar bij zijn tweede komst, bij zijn wederkomst, zal Jezus terugkomen als rechter. En allen die hem dan niet hebben aangenomen, die hem hebben afgewezen hier in het leven, die zullen worden getroffen door de toren van het lam. Ik ga je later uitleggen in een andere aflevering waarom die toren van God, die voor ons gevoel zo groot en zo heftig is, waarom die meer dan terecht is. En hoe die juist bevestigt dat God inderdaad een God van liefde is. En sowieso, hè. Ik vind dat een hele mooie bijbeltekst. Het is zo'n klein bijbeltekstje, je zou er bijna overheen lezen. Maar als we nu in deze aflevering zoveel en zo nadrukkelijk spreken over de toren van God. Weet je wat David daar op een dag over schrijft? In Psalm 30, vers 6. Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang. Dus als je nu onder de indruk bent geraakt van hoe groot de woede, de toren van God is, dat is maar een moment, een oogwenk in vergelijking met zijn liefde. Die duurt een leven lang. Moet je nagaan hoe groot zijn liefde is. Maar het blijft wel staan. Bij zijn eerste komst kwam Jezus als de redder. En alle die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om een kind van God te worden. Maar bij zijn tweede komst, bij zijn wederkomst, zal hij komen als een rechter. Zo sprak Petrus daarover in Handelingen 10 vers 42 in het huis van Cornelius. Waar Petrus dit zegt, en hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken. Dus dit was een opdracht dat de apostelen dit moesten vertellen. Hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat hij, de Heer Jezus, degene is die door God aangesteld is tot een rechter over levenden en doden. En wat zegt Paulus hierover? Hij is op een dag in Athene, waar hij op een plein aan het spreken is en in gesprek raakt met een heleboel geleerden. Dan zegt Paulus erover: God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid nu overal aan alle mensen dat ze zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag vastgesteld heeft waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft hij aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Dus Jezus, hij zal op een dag terugkomen als de rechter van deze wereld. Laat ik het zo zeggen. En dan probeer ik het even zo kort en krachtig mogelijk te zeggen. En ik hoop dat je hier heel goed naar wilt luisteren en naar wilt kijken. En dat je dit in je hart wilt laten binnenkomen. Wie Jezus hier en nu aanvaardt als redder, of niet aanvaardt als redder, zal hem op een dag ontmoeten als een rechter. En daarom waar ik de vorige aflevering mee begon. Kies vandaag voor Jezus. Aanvaard hem als je
redder, zodat je hem niet zult ontmoeten op een dag als je rechter. En dit klinkt niet als een dreiging, of dit is niet bedoeld als een dreigement. Dit is een eerlijke en liefdevolle waarschuwing uit het hart van God. Dit is het eerlijke verhaal. Maar wie Jezus hier en nu aanvaardt als de redder, wie belijdt dat hij de Zoon van God is, en wie zich hier in dit leven bekeert en zijn leven aan hem geeft, voor die mensen, en ik hoop dat jij het tot deze mensen mag berekenen, voor deze mensen geldt de geweldige belofte dat je zeker mag weten dat je niet getroffen zult worden door de toren van het lam, dat je niet door de grote verdrukking zal gaan, want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Voordat de toren van het lam over deze aarde zal gaan losbarsten, zullen wij worden opgenomen in de hemel. En dat moment, dat kan zomaar ieder moment gaan gebeuren. Wat een zalige hoop om naar uit te zien. De volgende aflevering gaan we kennis maken met 144.000 dienaren die tijdens de grote verdrukking een hele belangrijke rol zullen gaan vervullen. Voor nu zeg ik bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende aflevering. Wil je meer weten over wie Jezus is en hoe je God kunt leren kennen? Ga dan naar www.jezus.nl. Wil je je aanmelden voor de nieuwsbrief of de gespreksvragen bij deze aflevering ontvangen? Ga naar www.zieikkomspoedig.nl. Wil je een financiële bijdrage leveren voor alle kosten die voor deze serie worden gemaakt? Maak dan je gift over via de QR-code of door het bedrag over te maken op het rekeningnummer dat je nu ziet op het scherm. Of ga naar www.zieikkomspoedig.nl. In de loop van 2023 zal deze serie ook in boekvorm verschijnen, met nog meer achtergrondinformatie en nader uitgewerkte thema's. Wil je hier meer over weten of je nu al inschrijven? Ga naar www.zieikkomspoedig.nl. Deze Bijbelstudieserie is tot stand gekomen in samenwerking met de Koninkerk in Haarlem. Je bent iedere zondagmorgen welkom voor een samenkomst of bij de livestream op het YouTube-kanaal. Voor meer informatie ga naar www.koninkerkhaarlem.nl.